Lieve mensen, fijn om jullie te zien op deze stralende dag. Dat jullie hiervoor gekomen zijn. Dat jullie, dat denk ik ook wel genieten van het weer allemaal. Ik moet trouwens laten vertellen dat soms een brenger van een slecht bericht, dat hij het zelf de kop kan kosten. Ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt, maar natuurlijk op dit moment als je weer man of weer vrouw bent op televisie zo, die gouden tijden, want je brengt goed nieuws. Ik heb wel eens gehoord dat iemand, dus een omroeper, ook in Nederland, dat hij vertelde dat het ging regenen en dat het slecht weekend zou worden qua regen dan en dat die persoon bedreigd werd. Oké, goed. Brenger van slecht nieuws, dat was namelijk Jeremia. En we gaan lezen van deze bijzondere profeet. Die leefde in de 6e eeuw voor Christus. Vrij belangrijk, omdat 150 jaar ongeveer voor hem was er Jesaja. En Jeremia zal meemaken de val van Jeruzalem in 586 voor Christus. Die de inleiding zal worden tot een ballingschap van 70 jaar. Jeremia, we gaan het over hem hebben. En over datgene wat hij door God mag vertellen. Ik lees uit de herziene Statenvertaling vanaf vers 1. Jeremia 31. Staat dit ding eigenlijk aan of niet? Ja, hij staat aan, hè? Toch? Ja, nee, heel goed. Mooi. Dit is wat Jeremia door Gods geest ons duidelijk maakt. In die tijd, spreekt de Heere, zal ik de geslachten van Israël tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de Heere, het volk dat aan het zwaard ontkomen was, heeft genade gevonden in de woestijn. Toen ik op weg ging om hem Israël tot rust te brengen, van verre tijden af is de Heere aan mij verschenen. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden, maagd Israël. Opnieuw zult u zich tooien met uw tamboerijnen. Opnieuw zult u uittrekken in een rijdans van vrolijke mensen. Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vruchten genieten. Want er zal een dag zijn dat de wachters zullen roepen op het bergland van Efraïm. Sta op, we laten opgaan naar Sion, naar de Heere onze God. We slaan een heel stuk over, ik ga er van een paar dingen uitnoemen. We gaan nu naar vers 31 van ditzelfde hoofdstuk. Dus Jeremia 31, makkelijk te houden, 31, vers 31. Belangrijke tekst sowieso om te onthouden. Dit is wat er staat. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden, mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer aan ieder zijn naaste en aan ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want ze zullen alle mij kennen van de kleinste af tot de grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer denken. Dan komt er iets heel opmerkelijks waarbij God bevestigt, heel sterk bevestigt wat hij net door Jeremia gezegd heeft. Dit is wat er staat vanaf vers 35. Zo zegt de Heere, die de zon tot een licht geeft over de dag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzweept zodat haar golven bruisen, Heere van de legermachten is zijn naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn alle dagen. Zo zegt de Heere. Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ook ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om alles wat ze gedaan hebben, spreekt de Heere. Tot zover. Succes, daar zijn we in onze maatschappij echt helemaal gek op. Je kent het wel, succesvolle zakenman. Iemand begint op zijn 20e met een bedrijf, zijn 25e, en is 42 of 45 en verkoopt het bedrijf en komt in één klap in de quote 500. Succesvol. Wij kennen dat woord ook. Hè? Succesvolle predikant, succesvol dit, succesvol dat. Is op zich niks op tegen.
zegen zou ik, vind ik misschien een iets mooiere term, maar het hebben van succes. Ik had dit afgelopen weekend, vanaf vrijdag, heb ik een bepaald succes geboekt, kan ik jullie verzekeren. Ik heb namelijk eigenhandig in mijn eentje mijn BMW van 1986 voorzien van een nieuwe distributieriem. Bouke? Toch? Ja, hè? Ja, nee. Ja. Ja, zelf gedaan. Ja, merktekens en zo. En, helemaal goed, oké. Na afloop begon hij te tikken. Maar nee, dat deed hij niet. Nee. Ik vierde mijn successen. Mijn vrouw trots op mij. En dan zit je dan als dominee met je mooie pak aan je auto te sleutelen. Nee, natuurlijk niet. Maar toen op zaterdagmorgen, dus gisterochtend, komt er ineens een vriendin van mijn vrouw en mij, Gea heet ze, in een of andere keurige jurk. En ik zie er een beetje, oh, die gaat naar ons toe, dus die loopt naar binnen toe, want ik zit voor die auto op mijn knieën, dat denk ik te repareren overigens, maar dingen weer op te bouwen. En ineens komt ze, Kees, zegt ze, jij had nu moeten spreken in Soest. Op zaterdagmorgen. Ja, dat is een gemeente die komt op zaterdag samen. Ze zegt, dat meen je? Ja, ze zitten met z'n allen op je te wachten. Daar gaat je succes, weet je wel. Maar goed, oké. Dus ik als de wierde weer ga mijn handen gewassen, et cetera. En pak aan, maar ja, dat hoort er dan bij. Denk je dan, maar ja, in zo'n oud shirt rondlopen, dat doet dan ook niet te missen. Niet in die gemeente daar in Soest. Toen ik mijn witte overhemd aan had, bedacht ik, wacht even. Ik heb met mijn ellebogen op die auto zitten leunen. Oké, dus nog even dat wat schoongemaakt, maar oké. Maar succes. Als er iemand in de Bijbel niet succesvol was, was het de profeet Jeremia. Jonge jongen. Hij werd geroepen als jonge jongen door God om een boodschap te brengen die ongelooflijk impopulair zou zijn. Hij mocht niet trouwen. Hij was jong en hij was wat ze, dat staat letterlijk in de Bijbel, hij was wat ze noemen een party wrecker. Ken je die uitdrukking? Een party wrecker, dat is iemand die op een feestje komt. Oh nee. Ah jongens, weet je. En men gaat om elkaar heen staan van, hallo. Oh ja, weet je. Die iemand die verziekt een feestje, die wil je er niet bij hebben. Een party wrecker. Ze staat hier letterlijk bekend. Mensen die een feest houden, die zeggen van, die moet je er niet bij hebben. Hoe leuk is dat? Jeremia. Dit is wat God tegen hem zegt. Ik heb je geroepen. En zegt hij, ik heb je al in de moederschoot geroepen. Voordat je geboren was, kende ik je al. En God zegt dit, jij hebt een boodschap voor het volk. En ik zeg je er dit bij, die moet je namens mij spreken. Maar ik zeg er dit bij, niemand zal ooit naar je luisteren. En niemand zal ooit iets doen met wat jij namens mij, zegt God, zegt dat ze moeten doen. Hoe blij word je daarvan? Ik weet nog dat ik in 1984, 85 werd ik beroepen. Ik zat met mijn vrouw en ik woonden nog in Leuven, in Heverlee. Ik was aan het afstuderen aan de ETF, we hadden inmiddels 2 zonen gekregen. En er kwam een groep uit Antwerpen, ik had daar gesproken. En ik vond dat heel bijzonder, want de eerste keer dat ik daar sprak, toen vielen er 3 vrouwen flauw. Serieus, ik was toch jonger natuurlijk. Nee, het was gewoon heel... Het was heel warm in die kerk. De tweede keer sprak, gingen er slechts 2 omver. Maar nee, dat is serieus. Maar het was, nou goed, later is de ventilatie verbeterd. Maar ze vroegen aan mij, ze zeiden van, awel Kees, we zouden het fijn vinden dat jullie naar Antwerpen zouden willen komen. Om daar voorganger te worden. En we hebben dat de godsgenade 7 jaar mogen werken. Ons jongste zoon is ook in Antwerpen geboren. We hebben een bijzondere tijd mee mogen maken met gemeente Stichtend Werk. Nog eens, moet je je voorstellen dat is echt Kees, luister, hè. We willen je vragen hier voorganger te worden, maar er zal niemand ooit iets doen met wat jij vertelt. Elke Bijbelstudie die je doet, er zullen wel mensen zijn hoor, maar ze zullen nooit gehoor geven aan wat jij hen vraagt namens God. Als je spreekt op zondag, dan zal nooit iemand zich iets ervan aantrekken. Sterker nog, ze zullen waarschijnlijk het tegenovergestelde doen. Stel dat ze dat tegen mij gezegd hadden. Wat had ik dan gezegd? Ik kom wel naar Nederheimert, hè? Kom op, jongen. Bij wijze van spreken, hè? Nee, maar snap je, dat is toch niet te doen? En dit is precies wat Jeremia van God de Almachtige te horen kreeg. En waarom? Omdat God het volk van Israël
een laatste waarschuwing wil geven. De ondergang komt eraan, het oordeel komt eraan. En jullie hebben de afgoden achterna gelopen. En dit zijn de consequenties. Dat je zegt, het is, weet je, alsof je staat, zegt, de trein is net vertrokken. En dat heeft geen zin meer eigenlijk. Dit is het hele boek Jeremia. Het is opmerkelijk dat in ons taalgebruik, kennen we de term, ken je dit? Jeremiëren. Dat wordt niet zoveel gebruikt, maar het is klagen. Je weet dat, dat vind je na het Bijbelboek Jeremia. Wat volgt dan? De klaagliederen van Jeremia. En ik zit even te kijken, 5 hoofdstukken lang klaagt Jeremia op een paar uitzonderingen na. En dan staat er bijvoorbeeld, de vreugde van ons hart is opgehouden. Onze rijdans is in rouw veranderd. Gevallen is de kroon van ons hoofd. Weet toch ons dat wij zo gezondigd hebben. Wel bijzonder dat, ik wist dat niet van Hellendoorn, inderdaad opmerkelijke naam. Ik vind het wel heel mooi dat je eigenlijk heel vrijmoedig voor gebeden hebt. Van jongens, stop dit, God, laat dit niet gebeuren. Maar stel dat je nou altijd zo zou moeten spreken. Ik denk dat het nodig is, zeker. Maar stel dat je altijd alleen maar dit, dat, alleen maar negatief. En dit is wat je te horen krijgt, je bent alleen maar negatief. En zo gaat het boekje Jeremia verder. En dan kom je ineens bij hoofdstuk 31. En het is ook in hoofdstuk 30 wordt al gesproken dat God een omkeer gaat brengen in de gevangenschap van de tenten van Jacob. Hij zal zich ontfermen over zijn woningen. De stad zal herbouwd worden op haar ruïne. En dan in hoofdstuk 31. Dat is zo'n ongelooflijk verschil. Alsof je in een inktzwarte duisternis rijdt. Weet je, kunst hebben als het gaat onweren en de wolken trekken dicht. En in één keer breekt het open. En dit is wat er gebeurt in hoofdstuk 31. Dit is wat hij zegt. In die tijd, spreekt de Heere, zal ik al de geslachten van Israël tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Al de geslachten van Israël. Dan kun je zeggen, ja, maar wacht even, Kees, je hebt net zitten vertellen. Hij leefde de 6e eeuw voor Christus. 586 voor Christus was de val van Jeruzalem. Dat zou, die ballingschap zou 70 jaar duren. Gaat het dan in dit geval niet over de terugkeer in 516 voor Christus? Antwoord is nee. In 516 voor Christus kwamen er 2 stammen terug. Niet al de geslachten van Israël. Hier zegt dat God zegt, ik zal al de geslachten van Israël tot een God zijn. Zij zullen mij tot een volk zijn. Hoeveel stammen zijn het ook alweer? 12. Waar zijn die stammen gebleven? Die waren in de tijd van Jeremia eigenlijk al verdwenen voor een groot deel. Al de geslachten. God zegt, het volk dat aan het zwaard ontkomen was, heeft genade gevonden in de woestijn. Toen ik op weg ging om hem, Israël, tot rust te brengen, van verre tijden af is de Heere mij verschenen. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. En God zegt, ik zal u weer herbouwen. En u zult gebouwd worden, en dan staat het er, maagd Israël. Een maagd. Zoals de maagd Maria hebben. Dat als zij zwanger is, dat Jozef, terwijl ze ondertrouwd waren, wist, die zwangerschap, dat kan niet van mij zijn. We hebben geen gemeenschap met elkaar. Het is ook door de Heilige Geest dat dat gekomen is. De maagd Maria. Hier zegt God over Israël dat ze een maagd is. Ik weet nog goed dat er in de tijd, op de jongere dag, een Australische zangeres. En die sprak heel veel ook jongeren aan. Ze is ondertussen getrouwd en niet meer veel van haar gehoord. Maar het is heel toegewijd, samen met Christus. En op een bepaald moment vertelde ze, ik weet nog, bij de jongerendag, en ik was erbij, ik zag dat, een heleboel, toen de tijd nog iets van 25.000 jongeren. En toen had ze het over, stel ook als meisje, hè, dat je je maagdelijkheid hebt eigenlijk weggegeven. En hoeveel spijt meisjes daar ook van kunnen hebben. Dat ze zei, en toen had ze het over een recycled virgin in Christ. Ja? Recycled virgin in Christ. Dat je in Christus nieuw kunt worden. Hier wordt gesproken over een volk waarvan het nog net door Jeremia is verteld. Hè? Dat het volk de afgoden is achterna gelopen. Hier zegt God, ik zal je bouwen en je zult gebouwd worden, maagd Israël. Ja, maar dat kan dus niet normaal gezien, nee. Maar God spreekt hier Israël als een maagd aan. Ze zullen zich tooien met tamboerijnen. En dan staat er in vers 5, opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria. En dit is een van die bewijsteksten die laten zien dat het niet gaat over
zoveel jaar geleden, zoveel in de 6e eeuw voor Christus, maar dat het gaat over de tijd van het hier en het nu. De bergen van Samaria, daar worden wijngaarden geplant. Even een vraag aan jullie. Jullie weten misschien nog wel dat, ik weet niet of Oscar dat heeft gezegd, tussen 1517 en 1917 had het Turkije, het Ottomaanse Rijk, het voor het zeggen in het bekende Midden-Oosten. 1917 werd bij de slag van Harmageddon het Ottomaanse Turkse leger verslagen door generaal Allenby. En vanaf dat moment werd het Brits mandaatgebied. In 1914 mei 1948 had je de stichting van de moderne staat Israël. En precies een dag nadien, op 15 mei 1948, vielen alle Arabische staten Israël aan. En niet om cadeautjes te brengen, oké? En Jordanië nam de zogenaamde Westbank in. Dus als we het hebben bij het journaal over, over bezette gebieden, dat heeft Jordanië gedaan. Israël is daar niet illegaal, maar oké, dat is dan weer even wat anders. Maar dus op dat ogenblik gebeurde het. Op dit moment kun je wijn kopen vanuit Samaria. Waarom zou specifiek, ik vraag eventjes een nadenkding. Hoe zou het nou bijzonder zijn dat er wijngaarden geplant opnieuw zouden worden in Samaria, als je weet dat de Ottomanen het 400 jaar voor het zeggen hadden? Wat maakt dit zo opmerkelijk? Oké, dus ja, ik geef toe, het is een beetje een lastige. De islam en alcohol, hoe is dat ook alweer? Het is verboden binnen de islam, dat weet je. Dus 400 jaar lang vond je druivenstokken op Samaria, in Israël? Nee. Maar die werden juist, omdat men geen wijncultuur wil, allemaal weggehaald. Het feit dat je staat opnieuw, zul je wijngaarden planten op de bergen van Samaria. Planten zullen planten en vruchten genieten, want er zal een dag zijn enzovoort dat men op zal gaan naar Sion. Laat iets zien dat het feit dat er nu weer wijnstokken zijn, wijngaarden zijn, totaal uniek is. Dat God inderdaad dat gaat verzorgen en gaat regelen. Ik lees nog iets wat ik niet heb gelezen, wat ik nu zal doen. Daar staat het volgende in vers 8 van Jeremia 31. Zie, ik doe hen komen uit het land van het noorden. Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde. Onder hen zij blinden en verlammen, zwangeren en baarden met elkaar. Met een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen. Lieve mensen. Ze komen uit het noorden, uit het zuiden, uit het oosten en het westen. Dat is de tijd waarin wij nu leven. Onder geween zullen zij komen. Onder smeekbeden zal ik hen leiden. Ik zal hen doen gaan naar waterbeken op een rechte weg, waarop ze niet zullen struikelen, want ik ben Israël tot een vader. Een Ephraim, mijn eerstgeborene is hij. Hier wordt het vaderschap van God opnieuw getoond over Israël. Wauw. En dat zien wij voor onze ogen gebeuren. Waarom komen ze onder geween? Als er 6 miljoen van je uitgeroeid zijn in de vorige eeuw, waaronder 1,5 miljoen kinderen, waarop je denkt op dat moment, het is met ons gedaan, het is afgelopen, het kan niet meer, het is finito, vergeet het maar. En dan brengt God zijn volk thuis. Dat is mijn stelling nu, dat zien wij gebeuren. Israël zondag, afgelopen zondag. We hebben het er nu nog over, op verzoek en heel graag natuurlijk. Ja, lees maar, prachtig hoofdstuk. Israël, hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen. En het hoeden zal zijn herder zijn kuddehoed. Nu vers 10, let op. Hoor het woord van de Heere heidenvolken. Oké, mijn moeder, is inmiddels overleden, was geen Jodin. Voor zover ik weet. Dus een christen, ze mag nu bij de Heer Jezus zijn, samen met mijn vader. Maar mijn moeder was geen Jodin. Dus ik ben behoort tot de heidenvolken, tot de goyim. Ik ben, zegt de Bijbel, geënt op de wortel die Israël heet. Dus ik ben onlosmakelijk verbonden met die wortel. Ik draag die niet, maar die draagt mij. Dus ik word gedragen, ook in die zin door het Joodse volk, door Israël. Hoor het woord van de Heere heidenvolk. Dus we worden hier rechtstreeks aangesproken. Verkondig het in de kustlanden van ver weg en zeg dit. Hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden zoals een herder zijn
kudde hoed. Wat fantastisch. Dit mag ik vertellen. Dit is wat we nu zien gebeuren. God brengt zijn mensen thuis. Wanneer zei Jesaja dit? Ongeveer 2600 jaar geleden. 2600 jaar geleden. De meest onsuccesvolle profeet die de hele... die de Bijbel kent. Zijn woorden worden nu waar. Wat een God is hij. Hoe trouw is hij. Maar het gaat nog verder. Vers 31 hebben we gelezen. Zie, er komen dagen... Dat zou dus nog 2500 jaar gaan duren. Er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het hele huis van Juda een nieuw verbond... Zie, het komt hier samen. Israël, Juda. Ik ga een nieuw verbond sluiten. Wat is dat nieuwe verbond dan? Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij gebroken hebben, hoewel ik hun getrouwd had, spreekt de Heer. Ik vind het wonderlijk om dit te lezen. En ik sluit weer aan. Natuurlijk, je gaat niet iemands gebed becommentariëren, maar ik vind het zo mooi. En ook eigenlijk leiding van God. Je hebt ook gebeden zo even. Ook in situaties waar het goed, maar ook het minder goed gaat. En we hebben niet van tevoren met elkaar afgesproken. Ik weet dus niet, zoals u of jij hier zit, dat je alleengaand bent of dat je door de pijn van echtscheiding heen gegaan bent. Jan heeft ook vrijmoedig gebeden dat ook als mensen daarover nadenken, ze die keuze niet zullen maken. Dat je bij God, bij de Heer Jezus moet uitkomen. Maar ik heb het zelf niet meegemaakt en ook niet bij mijn kinderen. Maar ik heb, zeg maar, in mijn werk nog alles meegemaakt om mensen te begeleiden die echtscheiding hadden meegemaakt. En dat in bijna alle gevallen overigens diep betreurden. Ook al hadden zij reden, legale, zeg maar, ook bijbelslegale redenen. Maar het verscheurende. Dat mensen zeggen, weet je, er is iets kapot getrokken. Wat moet ik met mijn leven? De pijn van de echtscheiding. God zegt, mijn verbond, dat zij verbroken hebben. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Hier wordt God, als jij ooit, vergeet nu even echtscheiding, maar als je gewoon ooit door iemand aan de steek bent gelaten. Of dat je dacht, op het schoolpunt, daar zal hij of zij toch wel zijn nek voor me durven uitsteken. En ze lieten je vallen als ik weet niet wat. Dan mag jij weten dat de almachtige God, de schepper van hemel en aarde, dat hem datzelfde is overkomen. Namelijk in verband met Israël. En God zegt, ik had hen getrouwd. En dan zegt God, ik maak een nieuw verbond. En dit is wat hij gaat doen. Ik zal het in die dagen, dat is een prachtige uitdrukking, in die dagen, dat gaat gebeuren. Nogmaals, we zien het voor onze ogen gebeuren. God zegt dit, ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Wat zegt God? God zegt, ik ga van binnenuit werken. Wat betekent dat? Oké. Misschien ooit eerder verteld. Maar ik heb ooit op de Bijbelschool, ik vind er het mooiste meisje van de hele school, heb ik gevraagd om, om met me te trouwen. Mijn vrouw Ans. Zij zei ja, oké? Daar ben ik tot de dag van vandaag buitengewoon blij over. Wij liepen letterlijk, ik zal niet alle details vermelden, maar wij liepen in de tuin van de Bijbelschool. En ik vroeg haar dus of ze mijn vrouw wilde worden en ze zei ja. Stel dat ze zegt, Kees, ik vind je een aardige jongen. Maar nee. Ik had gezegd, lieve schat, dat is nou jammer, maar ik heb het wel met je vader besproken. Je kunt alleen nog maar ja zeggen. Hij zei, ja Kees, liefde dwingt niet, hè. Toen had je nog geen laptops, et cetera. Stel in onze tijd dat je zegt, je vraagt je meisje of verkering of wat dan ook. En ze zegt nee. Ze zegt, oh, wacht even. Dan moeten we even een andere software inladen. Zodat je alleen nog maar ja kunt zeggen. Dat kan niet. Dat kan niet. En toch zegt God hier iets zo wonderlijks. Dat hij zegt, ik ga mijn geest in jullie binnenste geven. Ik ga mijn wetten in jullie hart schrijven. Zodat het niet meer is iets wat van buiten komt. Hoewel ik absoluut geloof in wetten en elkaar erop te wijzen, et cetera, et cetera. Maar er is nog iets anders aan de hand. En dat is dat God zegt, ik ga in mijn volk, ik ga van binnenuit werken.
Je wil niet anders. Nog een ander voorbeeld, en ik vind het heel belangrijk. Stel, het is volstrekt niet opportun, maar stel dat mijn vrouw zou zeggen tegen me... Kees, ik hou zoveel van je, al zou je vreemd gaan, ik zou je nog vergeven en terughalen. Want het is niet opportun, geloof mij, ik heb geen poe. Maar en dat ik zou zeggen, wauw, als je al zoveel van me houdt... Stel dat je zegt, oh, nou, als dat zo is, dan kan ik nu... Dan zeg je, dat kan niet. Ze betoont je haar liefde. Die liefde is nog sterker dan de wet in die zin. En God zegt, ik ga dus in hun harten werken. Ik wil dat illustreren. Waarom? Omdat dit ons als christenen iets heel unieks doet wederzware. Wat zegt de Bijbel? Dat als je tot geloof komt, dan word je deelachtig aan de Heilige Geest. Die wordt gegeven als de trooster. Dus God laat ons als christen, als gemeente al iets ervaren... wat hij massaal zal gaan doen... Ik weet niet wanneer, misschien binnenkort, ik weet het niet, met Israël. Dat God je van binnenuit verandert. Dat God door je heen werkt. Hebben jullie het verhaal gehoord van die piloot van Batik Air? Icose Mafella, zegt iemand iets? Ging landen in Palu? Zegt je niks? Oké. Sulawesi, het is ook net genoemd. Op 28 september dus van dit jaar, jullie weten het... kwam er een aardbeving met de kracht van 7,5 op de schaal van Richter. Jullie weten de gevolgen van Sulawesi. Duizenden doden, zelfs hele stukken waarvan men zegt... jongens, we gaan het niet meer opgraven, want het heeft geen zin. En de doden worden dus bedekt in die zin. Op dat moment gebeurde het dat er dus een Batik Air flight, ik zei het al... die kwam richting Palu, een centraal Sulawesi... En dat is dat vliegveld, dat is dus bij Palu. Op ongeveer 60 kilometer van dat vliegveld zou het epicentrum komen te liggen van die aardbeving die zo ontzaggelijk veel verwoest heeft. Vervolgens is het zo dat vliegtuig gaat landen, maar wat er gebeurde voor die tijd was heel opmerkelijk. De captain, de gezagvoerder, was Icose Mafella. Hij was gezagvoerder van dat vliegtuig. En die man is een wedergeboren christen, gaat naar... een kerk in Jakarta in Indonesië, trouwens het grootste moslimland ter wereld. En die man die voelde zich de hele tijd in die vlucht gedrongen om te gaan lofprijzen. Normaal zat hij wat voor zich uit te neurien, psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En nu zat hij luid op te zingen. Ik vind dat trouwens fantastisch. Het lijkt mij geweldig dat de keer als je met het vliegtuig meegaat van... This is your captain speaking... We are going to praise the Lord, what are you going to do? Weet je, ik zou dat echt heel tof vinden, maar oké. Deze man zit dus luidkeels te zingen, waardoor zijn co-piloot, dat is een moslim, die zegt... joh, we kunnen wel een cd van jouw lofprijzingsliederen opnemen. Maar Icose Mafella, die voelt een ontzettende drang. Er is een soort onrust, niet geen angst, maar een onrust in hem. Hij weet, heeft 140 passagiers aan boord. Hij gaat landen in dat vliegveld bij Palu en dat ligt tussen twee bergketens. En dat vliegveld heeft de bijnaam gekregen, de Vallei van Duisternis. En hij weet dat en hij komt eraan met zijn vliegtuig. Hij maakt nog een extra rondje op dat moment van, wat is er toch aan de hand? En hij voelt zich geroepen om Psalm 23 te proclameren. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent bij me. Hij landt. Er is nog niks aan de hand. Hè? Hij landt daar. Hij weet dat hij onmiddellijk of zo snel mogelijk weer moet opstijgen, want hij moet 140 passagiers eruit, 140 erin. Hij blijft in zijn cockpit zitten, omdat hij zo'n ongelofelijke onrust ervaart. Hij heeft contact met de verkeerstoren, met een jongen die daar werkt. Die is later om het leven gekomen. Leek het overleefd, maar helaas, omdat hij in het ziekenhuis is hij overleden. Hij zegt, ik wil weg. Ja, maar zegt die man, dat kan niet zomaar. Hij zegt, ik wil nu opstijgen. Oké, zegt die jongen, oké, dat is goed. 3 minuten voordat hij eigenlijk mocht, vertrok hij. Je weet, dat kan helemaal niet in een luchtverkeersleiding. Hij stijgt op. Op het moment... dat ze met 140 passagiers aan boord gas gaan geven, de motoren brullen, de jetmotoren, voelt hij dit gebeuren. Letterlijk begint de landingsbaan, begint te golven. Ze kunnen opstijgen en ze zien letterlijk onder zich gebeuren
dat daar die aardbeving ontzettend huis, dat de verkeerstoren begint in te storten. En later komt die tsunami daaroverheen. Hier staat: ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En ik zal die in hun hart schrijven. Weet je wat zijn conclusie is van Icose Mafella? Dit is wat hij zegt. Hij zegt: het is zo belangrijk dat wij leren luisteren naar de stem van God. En dan zegt hij dit: wat er ook gebeurt, blijf altijd kalm, raak niet in paniek, zodat we heel duidelijk de stem van God kunnen horen door de kracht van de Heilige Geest. Nou, dat is wel een conclusie die ik heel graag... Dat heeft deze man en zijn co-piloot het leven gered en 140 passagiers. Dan kun je er heel veel dingen bij zeggen. Ja, maar hoe zit dat dan? Ja, maar met die andere mensen dan? Ik wil hier gewoon aangeven dat het unieke voorrecht is van jou en mij, als je de Heer Jezus mag kennen, als je tot geloof bent gekomen in Hem, dat Gods geest jou en mij wil leiden. En God zegt, en dat ga ik dan doen met Israël. Wauw, dat wil ik meemaken. Ja, maar wacht even. Het gaat als volgt, hè. U hebt het volk toegelaten dat ze weggingen. God zegt, ik heb ze verstrooid over heel de aarde. Wij zien dat hij zijn volk terugbrengt, zoals hij beloofd had 2.500 jaar geleden. Onder andere door Jesaja, ook door Jeremia, Ezekiel, Zacharië, noem allemaal maar op. Wij zien het voor onze ogen gebeuren. En nu zegt God, ik ga nog één ding doen. Ik ga ervoor zorgen dat zij, dat de Heilige Geest gaat komen en die gaat alles veranderen. Dat vind je in het voorlaatste Bijbelboek van ons Oude Testament. En dat staat in Zacharia. Er staat het volgende. Ik wil dat kort noemen, omdat ik denk dat dat is wat gaat gebeuren. En misschien wel binnenkort, dat weet ik niet. God zegt in vers 10 van Zacharia 12. Dus hoofdstuk 12 van Zacharia vers 10. God gaat, staat er, hij de volken die tegen hem optrekken wegvagen, maar dan staat het volgende. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen, zegt God, mij, hè? God, denk over zichzelf, mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben en over hem rouw bedrijven. Als met de rouwklacht over een enig kind, ze zullen over hem bitter klagen, zoals men klaagt over een eerstgeborene. Het volk gaat het zien. Ze worden daar niet blij van, hè? Let op, hè? Aanvankelijk niet, hè? Het is een rouwklacht. Die begint in Jeruzalem, gaat door heel Israël. Ze rouwen. Waarom rouwen ze? Zoals iemand, een kennis van mij ooit zei, die daar nogal veel over heeft doorgeleden, zei, omdat de Joden gaan zien, het is hem dus toch. Het is hem dus toch. Hoe hebben we hem kunnen missen? Het is hem toch. Wat hebben we ons aan hem aangedaan? God zet het in gang doordat hij de geest van de genade en de gebeden uitstort. Het woord voor de genade. Weet iemand toevallig in het Hebreeuws wat dat is? Voor genade? Het woordje gen. Daar komt het woordje gein vandaan. Echt waar. Genade betekent hetgene wat je blij maakt. Dus er komt genade. En er staat dat God zegt later, ik zal een bron gaan ontsluiten voor Jeruzalem. Terug nog even naar Jeremia. Jongens, kun je toch niet voorstellen? Ik zie dat voor me. Ik hoop er volgend jaar ook weer naartoe te gaan. Dan kom je daar bij de klaagmuur. Dat is misschien wel het meest indrukwekkende wat je meemaakt. Dat ze daar staan en dan staan ze daar te bidden bij die klaagmuur en zo. En dan hoor ik, voordat ik het kan volgen, dan hoor ik ze spreken tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat, mijn God, ik weet dat Jezus daar heeft rondgelopen. Dat hij heeft gehuild om Jeruzalem. Dat hij zei, ik heb jullie vergaderd als een hen haar kuikens, maar jullie wilden niet. Maar er komt een dag dat je zult zeggen, gezegend hij, die komt in de naam van de Heer. En hij komt dus terug op de Olijfberg. En wat zal het zijn dat ik weet je dan, dat is zo mooi, pas al nog mensen gesproken, dat er meegemaakt, dan wordt er gedanst en ze halen je er gewoon bij. Je komt op hun bijna meest heilige plekken. Je kunt filmen, fotograferen, niet op de Shabbat, dat willen ze dan liever niet, maar voor de rest, je mag meedansen. Maar wat gaat er gebeuren dat God zegt, oké, en ik doe mijn hemel open en de geest van genade en gebeden stort ik over hen uit. En ze gaan rouwen.
En ik zie ze al staan, de orthodoxe Joden. Met hun pijpenkrullen en hun pijes. Hun pijes en met die bontmutsen op en al die dingen meer. Het is hem dus toch. Ik denk aan de soldaten die er staan. Soms geloven, soms ook niet geloven. Het is hem dus toch. Ja, dat is toch te mooi om waar te zijn. En wat zegt God dan? En dat hebben we tenslotte gelezen in vers 35 van Jeremia 31. Zo zegt de Heere, die de zon tot een licht geeft over de dag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzweept zodat haar golven bruisen. Heere van de legermachten is zijn naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor mijn aangezicht, spreekt de Heere, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor mijn aangezicht te zijn alle dagen. God zegt, kijk eens om je heen. Naar de beweging van de planeten, stormen, et cetera. Maar kijk eens naar het heelal en dan zegt hij dit. Zo zegt de Heere, als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ook ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om alles wat ze gedaan hebben, spreekt de Heer, met andere woorden. Als zij het heelal zouden kunnen nameten. Dat is boeiend. De afstand van de maan tot de aarde en terug, of het enkele reis, is 300.000 kilometer. Afhankelijk van het 300.000 kilometer. Dan zou je kunnen redeneren, oké, leg een weg aan van 300.000 kilometer. Doe er voldoende benzinepompen naast en zou de letter naar de maan kunnen rijden. Ja, hè? Want je kunt met je auto 300.000 kilometer rijden. Die afstand weten we. Maar wat daar buiten ligt, hè? Ja, maar van het heelal weten we ook. Ja, maar Saturnus weten we. Jupiter, ja, Pluto, ja, nee, dat weten we allemaal. Maar God spreekt over het heelal. Er was een vrouw, of er is een vrouw, die heet Ewine van Dishoek. Dat is een van de knapste koppen in Nederland als het gaat over het heelal en astronomie. Ze heeft een prijs gewonnen, de soort van de Nobelprijs voor astronomie. Ze heeft daarvoor een bedrag gekregen van $1 miljoen. Leuke prijs. Ze werd geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk. En die vroeg haar, jouw specialiteit, zei hij, is het ontdekken van jonge sterren. Dat noemen ze een jonge sterren, waar waterstof, water te vinden zou zijn. Ja, zegt ze, mijn grootste passie is om te ontdekken, is er leven in het heelal, behalve de aarde natuurlijk. En, vroeg Matthijs van Nieuwkerk, ze zei, we hebben nog niets ontdekt. Maar, zegt ze, we zijn heel hoopvol. Weet je hoeveel zij aangeeft dat wij weten van het heelal, anno 2019, met onze Hubble-telescoop en noem het allemaal maar op, nog geen 10%. Van het heelal weten we nagenoeg niets. God zegt, als het heelal ooit opgemeten zou kunnen worden, dat kan niet eens. Met andere woorden, God zegt, mijn trouw aan Israël, kun je daarmee vergelijken, ik zal ze nooit in de steek laten en ik zal ze terugbrengen. Weet je, Ikoze Mafela steeg op dat het vliegveld in beroering kwam, letterlijk. Hij had geen minuut moeten wachten. Die 3 minuten hebben het leven van hem en zijn co-piloot en 140 mensen gered. De Heer Jezus zal terugkomen. En het punt is dit, dat heel de wereld is in beroering. Er gebeurt van alles. De hele wereld is in beroering. En datgene wat jij net hebt genoemd, wat er gebeurt in Hellendoorn, wat geacht wordt kennelijk een prettig pretpark te wezen, toch? Ik ben er overigens nooit geweest. Dan zie je hoe zelfs daarin de geestelijke strijd, hoe de duivel, de mensenmoordenaar van het begin, bezig is om mensen in zijn afschuwelijk koninkrijk binnen te houden. Terwijl de wereld in beroering is, zal de landingsplaats voor de grote koning, voor de Heer Jezus, rust kennen. En hij zal komen op die olijfberg. Zijn voeten zullen er staan. En het recht en gerechtigheid zullen uitgaan van Jeruzalem. Voor mensen onmogelijk. Maar voor God heel wel mogelijk. En hij laat het jou en mij zien
Als nieuwe generatie die mag zien. Zijn trouw laat hij daar zien. Hoe trouw is hij in mijn leven. We willen hem dienen en eren. Amen. Gaan we bidden? Graag. Er is een prachtige lied. Dan zingt mijn ziel, hoe groot zijt gij. Heer, wat is het mooi om op deze prachtige zondagmiddag hier in de Philadelphia gemeente te mogen spreken over uw trouw door letterlijk duizenden jaren heen. Heer, ik kan zo'n bewondering hebben voor zo'n jonge man als Jeremia, die zo totaal onsuccesvol leek te zijn, maar de allermooiste boodschap mocht brengen die wij nu voor onze ogen zien gebeuren. Heer, dank u dat we dat mogen zien en mogen beseffen, Heer, als u dat voor elkaar kunt krijgen, voor u is niets onmogelijk. En Heer, dank u wel dat u ons ook hier roept om gemeente te zijn. Met een Alpha-cursus, met het diepe verlangen om mensen te bereiken met uw evangelie, Heer. We zo'n verlangen dat mensen u zullen kennen, Heer Jezus, voordat het te laat is. Dank je voor zo'n voorbeeld van zo'n broeder die behoorde bij die ene waar u van uitging om die te redden, Heer. En zo bidden we dat u ook de genade geeft dat we allen individueel en als gemeente mogen meemaken dat er nog veel van deze schapen gevonden worden. Heer, wij danken u dat het u nooit uit de hand loopt. Heer, we danken u dat voor ons kunnen onverwachte dingen gebeuren. Maar u bent de regisseur van dit alles. U bent de machtige God. En u hebt het diepe verlangen, Heer, dat mensen niet verloren zullen gaan, maar alle tot bekering zullen komen. Dank, Heer, dat hier ook deze middag alle leeftijden vertegenwoordigd mogen zijn. Van de kinderen die nu een aparte samenkomsten hebben. Heer, de jongeren die er aanwezig zijn, de ouderen, mensen die alleen gaan of in een gezin. Heer, we bidden dat u ons een nieuwe passie geeft, Heer Jezus. Door de kracht van de Heilige Geest. Met een vurige liefde voor u, Heer. Om mensen te mogen vertellen door woorden en daden wie u bent. Dat we tegelijk mogen zien met de richting naar Jeruzalem hoe trouw u bent door de geslachten heen. Dat u uw volk thuis brengt, Heer. Onder geween komen ze. Heer, en wat zal het mooi zijn dat het moment komt dat u hen helemaal thuis haalt om uzelf aan hen te openbaren. Heer, wat een dag zal dat zijn. Amen.